In het centrum van Wijchen je fiets droog, bewaakt en gratis stallen. Dat kan vanaf vandaag in een voormalig winkelpand aan het Europaplein. De stalling heeft verschillende voorzieningen en wordt bemand door mensen voor wie dit een werkervaringsplaats is. De gemeente heeft met het oog op de toekomst het initiatief genomen voor een bewaakte en inpandige fietsenstalling in het centrum van Wijchen. Nou, we zijn hier bezig met de ontwikkeling van het gebied tussen Steel en Wijchensmeer. En we proberen mensen te stimuleren, te verleiden om zoveel mogelijk met de fiets te gaan. Daardoor heb je ook wat minder auto's in het centrum en het wordt een heel aantrekkelijk centrum. Dus deze fietsenstalling is de bedoeling dat die straks in het definitieve plan gaat terugkomen. Maar we starten al voor de bouw, dus we willen eigenlijk tijdens de bouwfase, als er ook overlast is, mensen al de kans geven om hier te gaan met de fiets te gaan komen. De stalling is door de lokale artiest Morris en Sander bewerkt met een knipoog naar het verleden van deze zaak als dierenwinkel en is toegankelijk voor alle fietsen. Nou, eigenlijk voor alle rijwielen zolang er geen motor op zit. Dus dat houdt in gewone fietsen, bakfietsen, fatbikes, allerlei soorten fietsen. De fietsenstalling is bemand. Er is personeel tijdens alle winkeltijden. Nou, bemand omdat het... Omdat dat prettig is, hè? Dat je ontvangen wordt hier, dat je even geholpen wordt. Uiteindelijk het menselijk contact willen we graag stimuleren. Tegelijk mensen die een kans krijgen om weer in de arbeidsmarkt terug te komen, willen we hier ook een kans geven om werkervaring op te doen. De reacties van zowel de omgeving als de winkeliers zijn al enthousiast. Het is een goed initiatief. En maar als je het voorbeeld neemt van mensen die uit Bergharen, noem het maar op, die komen naar Wijchen toe en die hebben toch zeker voor 5000 gulden of euro's onder de billen. En als ze die dan kunnen stallen en ze komen terug en de fietsen zijn er nog, nou dan hebben ze een goede dag. En is dit eigenlijk wel een hele goede uitvinding. Ja, die zijn echt ontzettend blij. Want die horen natuurlijk ook wel eens helaas de klachten dat er fietsen gestolen worden. Je wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen op de fiets komen. Die zijn ontzettend blij. Naast het stallen van de fietsen heeft deze voorziening nog wat extra faciliteiten. Nou, je kunt hier natuurlijk droog je fiets neerzetten. Er is straks een toilet. Ik begrijp dat er een plek is om eventueel een baby te verschonen. Uiteraard is er een fietspomp. Er zijn laadplekken, daar sta ik hier naast, voor een elektrische fiets. Dus er zijn een aantal voorzieningen. En wellicht kun je nog tips krijgen van de mensen die hier werken om het centrum te bezoeken. Hij is open. De fietsenstalling.